Hi, ik ben Noor. Ik ben expert bij Cycle en ik ben ook gynaecoloog. Wanneer komen vrouwen bij jou terecht? De meeste vrouwen komen bij mij terecht als ze menstruatieklachten hebben. Ofwel vrouwen hebben onszelf gevonden, dus die hebben hun eigen klachten op internet gebundeld en zijn zo uitgekomen bij endometriose, want dat is de ziekte die ik behandel. En soms komen vrouwen bij mij terecht via de huisarts of via een andere gynaecoloog. En alle vrouwen hebben menstruatiegerelateerde pijn. Of problemen bij het vrijen of problemen met vruchtbaarheid. Lopen deze vrouwen over het algemeen al lang rond met klachten? Ja, bij van endometriose is bekend dat de gemiddelde duur voordat de diagnose er is 8 jaar is. Er zijn ook landen waar dat oploopt tot 10 of 12 jaar. Dus die vrouwen hebben al vaak hele trajecten gehad. Ze zijn bij verschillende dokters geweest. Ze hebben zelf heel veel geprobeerd voordat ze bij mij komen. Gelukkig is er wel steeds een jongere groep die al de juiste manier internet weet te gebruiken en snel terechtkomt op de juiste plek. Maar veel vrouwen hebben echt een heel traject gehad. In welke staat komen deze vrouwen bij jou aan? De meeste vrouwen voelen opluchting als ze hier komen. Want als ze hier de allereerste keer komen, dan krijgen ze een gesprek met een verpleegkundige. En we horen eigenlijk altijd dat die precies de juiste vragen weet te stellen. Waardoor vrouwen denken, ja, dit is het. Dit is wat ik voel. Dit is waar ik last van heb. Dus als ze daarna bij mij in de kamer komen, dan zeggen ze, nou, jullie zijn de eerste die zo de tijd en de aandacht nemen om de juiste vraag te stellen. En ik denk dat ik hier op de juiste plek ben. Hoe belangrijk is het voor deze vrouwen om serieus genomen te worden? Ik denk ongelooflijk belangrijk. Ja, je kan je voorstellen, als ze al zo lang bezig zijn op zoek naar een diagnose, dat het enorm fijn voelt om je gehoord te voelen en het gevoel te krijgen dat er een oplossing voor handen ligt. Wat vind jij zo leuk aan je vak? Ik denk juist dat opluchtinggevoel. Dus dat je, omdat wij hier een centrum zijn waar we zo gericht op één ziekte ons richten, dat je heel veel van die vrouwen in die aandoening kan betekenen. Dus dat vind ik enorm leuk. Ik zie ook vrouwen in verschillende levensfases, dus hele jonge meiden. Maar ik zie ook vrouwen die bezig zijn met kinderwens. En ik zie ook vrouwen die dat wel hebben afgesloten. En ik vind het heel leuk hoe je ziet hoe verschillende vrouwen met hun probleem omgaan. En hoe ze eigenlijk heel erg bezig zijn met zorgen dat het ook beter gaat. Ik heb best wel veel wilskracht.